Ik durf het gewoon niet. Lichtjes. Ja? De lancering van mijn vetcollectie. Echt heel heftig hoe slecht ik me voel. Dit is mijn look. Morgen. Het is maandag en ik ben even van Jordi naar mijn huis aan het lopen. Ik wilde een nieuwe fiets kopen en de fietswinkel is dicht. Ik heb nu alleen dat hele chille raceachtige fietsje. Maar met de hoeveelheid spullen die ik vervoer heb ik ook gewoon echt een grote fiets met een enorme bak nodig. En je wil eigenlijk niet zo'n racefiets helemaal ombouwen tot zoiets. We gaan even naar de Juice Brothers. Waar ik eigenlijk altijd wel mijn lekkere sapjes haal. En Jordi is verslaafd aan de Almond Acai Bowl. Die is ook echt mega lekker. Een soort maaltijd op zich met banaan en pindakaas en goji bessen en... Ongelooflijk lekker. Verder ben ik sinds gisteren ongesteld, dus dat is top. Ik slik altijd de pil door omdat ik daar dan niet mee hoef te dealen. Maar het was nu even niet meer de succesvolle methode. En ik ben dan echt een soort van 60% van mijn normale zelf. Dus ik ga even lekker wat vitamine halen om me een boost te geven. Jordi. Hallo. Zo lief, Jordi is mijn jas aan het dragen. Toppunt van romantiek als je het mij vraagt. Ik neem altijd deze. De Dragon's Breath. Zit hier allemaal in. Peer, appel, wortel, grapefruit, beet, limoen en ginger. Yeah. Happy baby. Zeg, is jouw lievelingseten toch? Zeker. Goedemorgen. Ik ga me snel klaarmaken om naar Lila te gaan. Ben mij Linda en mij. Find my bed. Find my moochie. Ja, precies. Doe dat. Is maar loes. Hoi. Heb je wel eens in een vlog gezeten? Ik weet niet. Volgens mij alleen maar. Je stapt ook snel weg van de camera. Ja. Met complimenten dat Marloes mijn media info persoon is. Die alle goede series, podcasts, nummers tot mij brengt. Ik film nooit als ik hier ben. Dus ik dacht ik zal maar eens laten zien dat ik hier echt werk. Hey Jane, wil jij wel even op? Hey, hallo. Dit is Jane die het hele blad soort van in elkaar zet met geweldige vormgeving en zijn eigen gezicht heeft. Wat? We hebben nu een brainstorm over wat we allemaal willen doen in het komende jaar en wat de grote onderwerpen zijn waar wij als jonge vrouwen allemaal mee bezig zijn, wie toffe namen zijn, dat soort dingen. Brainstormen is altijd wel leuk omdat er ook altijd snoep aanwezig is. Yes. Echt zo'n lekker smakenpalet. Hallo! Guys, oh, ik ben net thuis van mijn dag bij Linda en daar zet ik echt een knop om. Maar ik voel me echt belabberd. Het is echt heel heftig hoe slecht ik me voel als ik ongesteld ben. Ik ga dus, hoe heet het? Morgen een nieuwe pil ophalen die ik van Valentine heb aangeraden gekregen omdat daar een andere hormoonsamenstelling in zit. Volgens mij hoort die dus milder voor je lichaam te zijn. Maar ik was het eigenlijk een beetje weer vergeten. Want ik probeer altijd de pil door te slikken. Maar nu heb ik de hele tijd tussendoor ongesteld. En had het dus geen effect meer. Dus dacht ik misschien moet het soort van even gebeuren. Maar zo'n heftige hoofdpijn. En duizelig ben ik de hele dag. Helemaal foggy in mijn hoofd. En misselijk. Echt alsof ik elk moment moet overgeven. En nee, ik ben niet zwanger. Echt niet oké dit. Ik heb het nu al 2 of 3 dagen. Het is echt heel heftig. Die migraines zijn ook echt een bitch. Ik heb ook veel tips gekregen over destijds over dat overstappen naar de spiraal heel erg zou helpen. En zeker de koperspiraal. Dus dat is wel echt heel interessant om te onderzoeken. Maar ik zelf wil wel op een gegeven moment kinderen. Niet binnen nu in een paar maanden of zo, maar... wel binnen nu een 2 jaar bijvoorbeeld. Dus vind ik het ook wel een ding om dan dat over een tijdje te laten zetten. En het er dan eigenlijk vrij snel weer uit te laten halen. Dus ik denk dat ik dat dan daarna zou doen. Maar ik ben heel benieuwd wat deze pil gaat doen. En eigenlijk wil ik ook wel kijken of ik misschien van de pil af kan. En op een andere manier aan anticonceptie kan doen. Maar ik heb niet zo heel veel vertrouwen in al die apps. En ook niet in mezelf. Omdat je dan heel erg in de gaten moet houden van nu is mijn ijsprong, nu... kan het wel,
Nu kan het niet en ik ben echt, kan niet eens een plant in leven houden. Dus zorgen dat er geen leven in mij ontstaat, vind ik wel ook een grote verantwoordelijkheid. Oké, anyway. Ik ga lekker een joggingpak aandoen. Iets te eten bestellen en gewoon in bed liggen. Gezellig, deze groene nagels. Deze kleur is van Another Stories, waar ze echt hele lekkere nagellakkleuren hebben. Ik weet niet of je nu nog in het assortiment zit. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb best wel lekker geslapen en lang ook en net gedoucht. Dus ik voel me helemaal opgefrist en klaar om aan een nieuwe dag te beginnen. Ik filmde van de week al even mijn korte make-up ritueel. Dus ik dacht, ik laat jullie nu even mijn ochtend skincare zien. Ik krijg best wel veel producten toegestuurd, zo ook deze producten. En ik vind het heel leuk om dan bijvoorbeeld 3 weken even iets anders te proberen en te kijken wat dat doet. Los van dat bepaalde ingrediënten vaak hetzelfde blijven. Ik heb nu een hele mooie lijn van rituals gekregen. Ritual of Namaste. En de key hiervan is glow. Ik had een huidtest gedaan, wat je gewoon online doet. En daaruit kwam deze dan voor dat hij vooral hydrateert en fijne lijntjes opvult en glow geeft. Het bestaat uit een heleboel producten, maar ik gebruik er eigenlijk maar een paar omdat ik het gewoon fijn vind om een niet al te complex ochtendritueel te hebben. Dit is wat ik nu even aan het doen ben. Ik gebruik eigenlijk altijd nog steeds eerst in de ochtend hyaluronzuur. Dat heb ik al opgedaan, dat mijn huid anders te trekkerig werd uit de douche zonder iets erop. Ik heb echt wel ook moisture nodig. Daar wendt je huid op een gegeven moment natuurlijk gewoon aan. Wat ik ga doen, eerst een serumpje op. Ik moet zeggen dat er ook genoeg dagen zijn als deze. Deze verpakkingen zijn trouwens zo mooi. So pretty! Ik ben dus echt dolblij als mijn badkamer er zo mooi uitziet. Ik moet zeggen dat ik niet elke dag zo'n uitgebreide routine doe. Maar op dagen als deze, als ik me mentaal even iets minder lekker voel en mezelf iets meer self-love wil geven, vind ik het heel fijn om lekker te douchen met muziek op of een meditatie op en dan een beetje aandacht aan mijn skincare te besteden en hele lekkere kleding aan te doen die lekker zit. Nog een klein beetje. Een serum is eigenlijk een soort super geconcentreerde boost die alles opvult qua lijntjes en rimpeltjes en dat soort dingen. Daarna doe ik een skincare. So pretty! Wat ik heel chill vind aan deze, en ik heb deze vorige zomer ook al gebruikt, dus vandaar dat ik dat weet, is dat het helemaal natuurlijk is. En hij is gewoon heel zacht en fluffy. En dit kan ik heel erg waarderen. Je hebt gewoon 1 mooie verpakking die je op je badkamerkastje of whatever uit wil stellen, maar refillable packaging. Dus dit hoeft niet elke keer opnieuw gemaakt te worden. Ik denk dat daar gewoon echt heel veel beautymerken naartoe moeten, want ik koop heel veel dingen vanwege de verpakking, omdat ik daar gewoon gevoelig voor ben en heel erg van mooi design houd. Maar dat gaat altijd daarna gewoon de vuilnisbelt op. En dat is natuurlijk echt heel erg zonde. Als iets met zoveel liefde en aandacht wordt gemaakt en met zoveel grondstof, wil je gewoon dat verpakkingen eigenlijk reusable zijn. Dus dit vind ik wel heel nice om te supporten. Ik heb dus ook dit rollertje. Volgens mij werkt dit officieel voor geen meter, maar ik vind het dus heel lekker om even met die verkoelende steen wat over mijn gezicht te rollen. Het is gewoon lekker om te doen. Vooral bij je ogen moet ik zeggen. Je kunt zoiets ook zelfs in de koelkast leggen, dan wordt het helemaal koud. Eye cream doe ik eigenlijk niet heel vaak in de ochtend, maar ik vind het wel leuk om even te benoemen. Want dit is iets wat ik nooit gebruikte eigenlijk, een eye cream. Totdat mijn schoonheidsspecialiste zei van, het maakt heel veel verschil of je hier ook wat vocht aanbrengt voor hoe fit je huid eruit ziet. En daar hoef je dus niet mee te beginnen als je inderdaad ietsje ouder bent. Het is juist goed om daar ook in je late 20s al aandacht aan te besteden. En ik moet zeggen dat ik het heerlijk vind om dat te gebruiken. Alleen kan het zo zijn dat je make-up gedurende de dag een beetje gaat verschuiven. Omdat er een wat vettigere basis onder zit. Maar ik ga vandaag make-uploos door het leven. Dus it's all about the skin. Je dab ik er gewoon een beetje in. En hier heb je echt een soort van 1/8 van een erwt van nodig. Dus dat gaat ook lang mee. Dit vind ik dus het mooiste product uit de collectie. Een skin oil. Dat was eigenlijk het enige wat nieuw voor mij is. Ik smeer dit ook de hele tijd bij Jordi nu op.
Dit doe je na je dagcreme, omdat je eigenlijk wil dat de olie alle ingrediënten als het ware sealed. Ik raad niet aan om dit in een eerder stadium te doen. Even kijken, ik doe maar een heel klein beetje. En dit geeft echt een lekkere glow. Ik gebruik dit nu pas sinds kort, dus ik kan nog niet goed genoeg beoordelen wat het long term voor mijn huid gaat doen. Ik vind het gewoon heel mooi eruit zien en heel lekker voelen. Omdat het zo'n andere textuur is. Maar als je al een vettige huid hebt, zou ik dit bijvoorbeeld minder aanraden. En het is ook heel lekker om dit te doen voordat je gaat slapen en dan word je wakker met echt een zacht babyhuidje. Zo, dit ziet er in ieder geval lekker juicy uit. Heerlijk. Ik zou nog wel een lipbalm hierbij willen. Voor mij maakt dat de ochtendroutine echt af. Dat alles gewoon ingesmeerd en lekker voelt. Ik ga nu een lekkere joggingbroek of legging aantrekken naar kantoor waar ik Jordi ook zie. Dan ga ik een heleboel Linda werk doen, zoals mijn editorial schrijven. Ja, ik denk dat ik vandaag wel een betere dag ga hebben, al voel ik echt die hoofdpijn al een beetje opkomen. Dus vandaag gaat het gewoon om self-care en de juiste dingen eten en lief voor mezelf zijn. Als ik naar kantoor ga, pak ik nog even deze twee units uit. Ik heb wat dingen besteld, kussens, een kunstprint en een toffe plantenpot. Dus kijk of ik dat in mijn eentje uit deze doos krijg. Ik heb ze ook 3 hoog gekregen, dus het moet lukken. Ik ben als kleur een beetje naar terracotta aan het neigen. Naast zwart-wit en met groen in mijn huis. Dus ik heb een super mooie huge terracotta plantenpot gekocht. Die heel erg lijkt op die witte die ooit een hele mooie grote plant in zich had. Oké, kussen 1, zonder sloop nog, terrazzo plaat om neer te leggen in mijn woon- of slaapkamer. Dan heb ik deze kunstprint, die denk ik heel mooi bij deze muur gaat zijn. Deze pot, ja daar moet ik even een goede plant voor vinden, maar qua kleuren vind ik het echt heel nice. Ook met die donkergroene bladeren erbij. Pretty! En mijn lieve Jordietje. Naar kantoor aan het lopen en ik heb dus nog steeds een traanoog. Dat is zo irritant, dus ik heb nu al maanden, maar je moet daar dus een operatie voor. Kijk, daar gaat hij weer. Dan maken ze dat traanbuisje wat smaller of dicht of weet ik veel wat. Het duurt niet heel lang, maar je moet wel onder narcose, zei mijn huisarts. En ik durf het gewoon niet. Maar dit is echt niet te doen. Tegen de tijd dat ik op kantoor aankom, heb ik gewoon geen mascara meer op dat oog. En het ongemakkelijke is ook dat mensen steeds denken dat ik aan het huilen ben. Laatst was ik bij een etentje waar iemand in zang uitbarstte. Toen leek het dus alsof ik zo ontroerd was dat ik mijn tranen niet binnen kon houden. Awkward. Ik denk ook dat het tijd wordt dat ik weer zo'n fiets met een grote mand ga kopen. Want hoeveel ik nu aan het lopen ben en aan het uberen ben in het leven, is gewoon niet meer efficiënt. Als jullie een soort van tof fietsenmerk weten dat ook echt stevig en goed is, let me know. Lekker dierenprint combootje. Ik ben op kantoor met Evie, die hier zit. Hallo. Hoi. En ik laat jullie zo meteen even haar nagels zien. Die zijn namelijk echt briljant. Ik ben op dit moment bezig met lancering van mijn Fred-collectie. Zoals je in 1 of 2 video's geleden zag, gaat hij dus door omdat Fred is overgenomen door een nieuwe partij. En ja, eigenlijk de collectie nu al in de winkel zou liggen. Dus alles was al zo ver gevorderd dat we er gewoon voor gaan. Ik denk dat dit ook wel een mooi moment is om jullie even een sneak preview te geven. Vanaf ongeveer 13 mei liggen de schoenen in de winkels. Er druppelt al het een en ander binnen. Maar dan kun je echt naar de winkel rennen. Is de hele etalage gecustomized. Dus dat is al heel snel. Over 1,5 week of zo. Ik kan het nog niet helemaal bevatten of zo. En ik ben heel blij dat jullie van deze schoenen kunnen gaan genieten. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Het is echt een andere collectie. Er zitten geen espadrilles in. We dachten, dit is de 3e collectie. Dus we doen het even een beetje anders. Hij is opgebouwd van laag naar wat hoger. In 4 kleuren lakleer. Die we vanuit zo'n super tof kleurenschema hebben gekozen. Ik heb echt alle kleuren lakleer gezien. En wat rustigere keuzes gemaakt en wat meer uitgesproken keuzes. Bijvoorbeeld de hooggehakte schoen heeft een felle kleur. Omdat dat een schoen is die je misschien sowieso alleen al draagt als je zin hebt in een statement. En de strappy sandal is donkerblauw omdat het dan een perfecte basic is. Die eigenlijk door alle seizoenen heen mee kan en overdag en 's avonds kan. Het instappertje is lila omdat dat
de lievelingskleur van Kim is en dit het type schoen is dat ze altijd draagt. En ik daar meteen aan moest denken, dus dat is super leuk. Zo zit er eigenlijk voor iedereen wat in. En de terracotta bruinachtige tint is gewoon nu een hele happening kleur. Ik dacht altijd, gadverdamme bruin. Maar nu ben ik er helemaal bij. Zonder jullie nog langer te laten wachten, hier even wat beelden van onze shoot uit Barcelona en van de collectie. Hoe mooi. Zo leuk. Het leuke is dus dat we voor jullie, de consumenten, ook een heel tof event in de winkel gaan doen. Waarbij je met lakwerk je nagels kan laten doen. Ofwel in de kleuren van de collectie of in een zebraprint. Mega tof. Daarover later meer. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Laat het me weten in de comments. Dan ga ik nu weer even aan de slag. Dit is mijn look. Hallo, ja, ik ben met mijn schatjes. Ja? Ja, toch? We zijn met ons Basja groepje omdat we... Nou, het is echt lang geleden. Ik denk zeker 6 of 7 jaar. We waren met z'n vieren op vakantie. We waren allemaal heel down. Het heeft ons bij elkaar gebracht. Ik ben weer met Cole. We hebben een styling sessie. Of dans sessie. Lekker gaan. Er komen een paar grote trips en events aan, zoals mijn Fred lancering en 2 reizen naar het buitenland. En daar heb ik dan altijd een soort van extravagante looks voor nodig. Dus Nicole is hier om met mij even door de styling te gaan, omdat ik daar zelf altijd best wel veel stress voor krijg. Op van die internationale reizen heb ik altijd het gevoel dat ik niet cool genoeg kleren aan heb. Dus dan helpt Nicole mij en dan voel ik me helemaal chill in mijn harnasje van awesomeness. Ja, zo is het. Ik ben maar gewoon eerlijk. Ik heb ook anxiety over dit soort dingen. Ja, ik vind het hartstikke goed. Dus dat. We hebben echt hele vette dingen. Allemaal leuke opties voor de Fred-lancering hebben we. Event looks. Ah. Ik ben bij Verenigd met Theo. We proberen naar de film te gaan, wat onze traditie is. Maar we zijn ook geen planners, dus alles is uitverkocht. Maar in ieder geval hebben we meerdere porties fried lumpia's. Hoe kun je jezelf gelukkig worden? Heb je het op jezelf, jongen? Kijk deze lach. Nee, maar ik laat om jouw lach zo aan steken. Nee, is niet waar. Er zijn bloempjes in het rond. Wat ook heel grappig is, we hebben een bestelling net gedaan. En ik heb zeg maar dit besteld. En fried chicken. En Dio heeft limonade en tofu. Bij een kookcursus. We hebben net deze deegballetjes gemaakt. Die moeten als babybillen voelen, wat ze ook wel doen. En nu zijn we saus met knoflook, ui, lenteuitjes, tomaat, witte wijn, oregano. Echt super lekker. We gaan zo door naar de ravioli station. Hey moedertje. Hi. Pak even een. Ja, doe en laat even wat zien, joh. Wat hebben we gemaakt? Wat zit hier allemaal in? Hier zit in een uitje. Okay. En een courgette. You have to take the widest
position. So you press here with this machine, you press and you put it at the widest. Past both sides so that they don't stick to the cutter. You move this here and then you cut. Ik heb dus net een kookcursus met mijn moeder gedaan. Super grappig en heel lekker gegeten. Best wel veel wijn op ook. En nu ga ik mijn nagels laten doen bij Lakwerk, bij Jessica. Ik weet nog niet precies wat, dus het wordt even een experiment. Deze leuke smaakjes. Ik ben weer terug van Lakwerk. Hoe leuk zijn deze smileys? En Jordi en ik gaan uit eten. We gaan vandaag iets nieuws proberen. Namelijk vegetarisch India's. Bij Saravana Bhavan. Ik hoor hier altijd hele goede dingen over. En zijn eigenlijk ook bij Ventrano. Ik ben heel benieuwd gewoon eigenlijk. Nee, ik wil nog peppers. Ik ben zoveel make-uploos in mijn vlogs, maar ik hoop dat dat oké is. Mijn huid vindt het in ieder geval wel chill. Ik heb mijn boodschap gedaan en ik ga een frittata maken. Wat ik altijd een heel grappig woord vind. En dat heb ik nog nooit gemaakt. Dus ik hoop dat het wat wordt. Ik maak gewoon een simpele versie met ei, tomaat, aubergine, courgette. Ik raak altijd in de war van deze dingen. Deze unit. Rucola sla, knoflook, ui. En wat te kiezen. Dus ik hoop dat dat lekker wordt. Ik denk het wel. Het is voor mij en Jordi en elkaar aan het glansen. En we doen eigenlijk gewoon heel chill op zondagochtend altijd. Een beetje nieuwe tijdschriften en kranten lezen. Koffie drinken en ontbijten. En verder moet ik vandaag best wel veel werk doen. Dus dat ga ik daarna doen. Ik kan niet zeggen dat ik daar zin in heb. Maar het hoort erbij. Eieren gekluts, courgette, ui, knoflook en tomaatjes. En... Chefke! Chefke de frittata! Hallo, ik ben aan het werk. Ik heb deze heerlijke sheet under eye maskjes op. Zo chill. En ik ben iets heel leuks aan het doen. Namelijk niet chillen, maar wel mijn eerste IGTV's aan het afmaken. Dus die zie je heel snel op mijn Instagram. Zo leuk. Kijk ook hoe mooi dit eruit ziet. Ik heb een snelle make-up routine voor glowy huid gefilmd zonder foundation. En een glossier haul van de spulletjes die ik in LA heb gekocht met wat review erbij. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Hoe heerlijk ziet alleen al deze schermtoilet als combi eruit. Goedemorgen, het is maandag en ik ben op mijn kantoor. En ik dacht, tijd om deze mooie decennia posters eens even een plekje te geven aan de muur. Ik heb van die stripjes gekocht, zodat ik geen gaten hoef te boren. Want het leek me A, technisch niet zo'n goed plan. En B, raak ik best wel snel uitgekeken op dingen en wil ik alles de hele tijd veranderen. En dan zit je met allemaal gaten. Dus ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Dit is een beetje de input voor een mooie collage. Deze twee die ik boven de bank wil hangen, die er nog niet is. Een beetje hier aan te denken. Maar misschien gaat het te veel nu in een golf, zo van licht naar donker. Tada! Geen bal van mij, ik heb wasje tape, het komt goed. Together.
die er veel langer over gedaan dan de gemiddelde mens, denk ik. Maar het wordt heel mooi. Jordi's super bijdrage is heel hard tegen de plakketjes aanduwen. En dingen goed uitmeten. Super mooi, Pep. Love it. Yes. Als je een paar wilt, zou ik deze vier nemen. Dit zou ook een heel leuk setje zijn met z'n vieren. En dan misschien nog één heel kleintje, want het is altijd leuker om een oneven aantal te hebben bij een collage. Ik ben er zo blij mee! Het geeft echt heel veel sfeer en het is ook leuk dat je er echt mee kan spelen. Ik ga deze bijvoorbeeld op een gegeven moment weer op mijn dressoir zetten. Of ik wissel twee printjes en dan heb je weer een nieuwe look. Als je nou ook iets bij Decennio hebt gezien dat je leuk vindt. Of iets uit deze collage wil shoppen. Of gewoon dit hele bouwwerk. Dan kun je tot en met 13 mei gebruik maken van mijn persoonlijke kortingscode. Die je 25% korting geeft. Ik laat hem hier ergens in beeld komen. So you can shop along. Ik ben weer thuis bij een andere artwork. Is nu 8 uur, Jordi is lekker voor ons aan het koken, heel lief. Hij maakt pasta die gemaakt is van linzen of bonen of zo. Je hebt allemaal van die pasta's die van groenten gemaakt zijn tegenwoordig. Super chill. Met spinazie, tomaatjes, een klein beetje blauwkaas en cashewnoten. Is echt heel erg lekker. Ik ben nog aan het werk. Ik ben foto's aan het bewerken van een Decennio before and after. En voor Furla, waar ik dit weekend een meet and greet shop eventje mee heb. En voor mijn Fred collectie. En er zijn net een heleboel teksten van Linda bezorgd die morgenochtend gelezen moeten zijn. Tussendoor wilde ik eigenlijk sporten. Dus ik ga even kijken hoe dit eruit gaat zien. Waarschijnlijk ga ik tot 9 uur thuiswerken. Dan nog heel snel sporten en dan tot 12 uur dingen afmaken. Dat denk ik. Maandag is altijd pittig. Ik ga bij deze ook even de vlog afsluiten. Want ik zit alweer in een nieuwe week. Dus doe even een thumbs up als je deze video leuk vond. Vind ik altijd leuk om te zien. En vergeet niet je te abonneren. Aankomende vrijdag staat er weer een nieuwe video voor je online. Dus dan zie ik je gewoon weer. Thanks en heel fijn weekend. Doei!